Vandaag in het RTV Nieuws. 5 organisaties ontvangen meer burgprijzen. Burgemeester Wiener laat weten niet open te staan voor een fusie. En politie en brandweer kijken terug op een redelijke jaarwisseling. Dit is het eerste RTV Nieuws van 2013. En de beste wensen. De jaarwisseling is over het algemeen zonder grote incidenten verlopen. En ook in Katwijk viel de overlast mee en politie en brandweer spreken dan ook van een rustige jaarwisseling. We hebben in totaal vanaf 30 december 24 meldingen gehad in de hele gemeente. Dat is voor ons vrij rustig en dat waren allemaal kleine meldingen. Containerbranden, wat kerstbomenbrandjes. Het viel eigenlijk reuze mee. Het is een jaarwisseling zoals je zou wensen. Er zijn een aantal incidenten gebeurd, dat kunnen we nooit verhinderen. Maar het is in algemene zin vrij rustig verlopen. Waaraan ligt dat ten grondslag, dat het zo rustig is gegaan? Ik denk dat een aantal elementen hebben geholpen. Dat is een goede voorbereiding vanuit de gemeente, de woningbouw en de aannemers in de gemeente. Maar ook een feest als bij het SCUM, waarin de jeugd de kans krijgt om een leuke avond mee te maken. Het weer, is dat ook een spelbreker geweest voor de raddraaiers? Het is in ieder geval een voordeel geweest dat je niet zo lang op straat bleef, want dan had je een nat pak. En dat willen we niet. Dus iedereen was op tijd in de tent of thuis lekker aan een drankje. Dan wordt er heel veel gepraat over agressie tegenover hulpverleners. Is er ook bij de brandweer Katwijk sprake van geweest? Nou, niet noemenswaardig. Wat ik wel vervelend vind is dat er toch wel bij een incident, bij een containerbrand, ja, daar wordt dan wat vuurwerk gegooid naar de brandweerlieden. Dat hield gelukkig vrij snel op. Ja, je vraagt je wel eens af wat bezielt die mensen. Dat is jammer, maar gelukkig is dat verder beperkt gebleven. Dus ja, ik noem het geen echte agressie op dit moment bij ons. 2013, wat gaat dat er voor de politie Katwijk brengen? Voor de politie Katwijk onderdeel van de nationale politie. Per 1 januari gestart. En dat betekent dat op een aantal fronten het iets anders zal gaan. Voor de inwoners van Katwijk zal daarin niet zoveel veranderen. De politie in Katwijk blijft aanwezig in de wijk en op het bureau. Alleen het bureau. Dat wordt voor het komend jaar tijdelijk gehuisvest in het gemeentehuis. En waarom is dat? We gaan het bureau aan de Piet Heinlaan verbouwen. Zodat het een mooi modern bureau wordt waar we nog beter met elkaar kunnen praten over wat er gebeurt in de wijk. En zorgen dat we op de juiste momenten weer naar buiten kunnen. Ja, nou ja, wij kijken erg uit als korps naar de komst van de nieuwe voertuigen die we aangeschaft hebben. En die gaan in maart daar allemaal zijn. En verder gaan we ook in Katwijk kijken naar regionalisering van de brandweer. Dus dat is iets wat ons in 2013 wel gaat bezighouden. Regionalisatie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het ziet er naar uit dat ook de brandweer Katwijk opgaat in de grote regio Hollands Midden. En dat de gemeentelijke brandweer ophoudt te bestaan. Ik zeg er gelijk maar bij, dat betekent voor de burger niet dat de posten gaan verdwijnen. De brandweer blijft gewoon hier. Alleen de aansturing zal anders gaan zijn. En hoe we dat gaan doen, daar gaan we in 2013 naar kijken. Het nieuwe kabinet heeft plannen om gemeenten met 100.000 inwoners of meer te realiseren. Gemeenten die kleiner zijn, zoals Katwijk, zouden dan moeten gaan fuseren met andere gemeenten. Katwijk telt zo'n 63.000 inwoners. Burgemeester Wiener laat in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat de gemeente Katwijk die wensen absoluut niet heeft. Laat de regering maar proberen om efficiëntere gemeenten te vormen met meer dan 100.000 inwoners. Ik vrees dat deze schaalvergroting vooral meer bureaucratie, hogere kosten en een grotere afstand tussen bestuur en bevolking gaat opleveren. Katwijk is in ieder geval niet geïnteresseerd in fusies met wie dan ook. Wel in goede samenwerking, ook ambtelijke samenwerking. Als daar voordelen te halen zijn, efficiënter gewerkt kan worden, dan doen we graag mee. Later in onze uitzending meer aandacht voor de nieuwjaarsreceptie. Traditioneel werden aan het begin van het nieuwe jaar weer de Meerburgprijzen uitgereikt door voorzitter Arend Meerburg. Er zijn ditmaal 22 aanvragen gedaan voor de prijs, waarvan er 5 werden gehonoreerd. De Meerburgprijs is een jaarlijkse geldprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen uit de gemeente die zich voor culturele, industriële of handelsactiviteiten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit jaar vielen in de prijzen het genootschap Oud-Rijnsburg. Zij ontvingen een prijs van €500 als bijdrage aan apparatuur om de digitalisering van oude documenten te voltooien. RTW Katwijk heeft een behoefte aan een compacte foto-videocamera waarmee doelmatiger kan worden gewerkt, zodat er meer actualiteiten gemaakt zouden kunnen worden. RTW Katwijk kreeg hiervoor een bijdrage van €500.
De Katwijkse Brandingwatersportvereniging Skuitenvaart bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er een boek geschreven over de ontwikkeling. De vereniging kreeg een prijs van €1000 voor het boek. De in Katwijk wonende kunstenaar Gerard Brouwer heeft een ontwerp gemaakt voor een levensgroot beeld van een groep haringhappers, die bij voorkeur in de zwaaikom geplaatst zou moeten worden. De kunstenaar kreeg een DFE Meurburgprijs van €1500 om het idee verder te ontwikkelen. De vijfde winnaar en tevens de laatste is Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn, die 100 jaar bestaat. Voor die gelegenheid is een boek geschreven over de geschiedenis van het Rijndorp, Chroniek Ener Heerlijkheid. Om het boek betaalbaar te houden kreeg de Oranjevereniging een Meerburgprijs van €1500. Twee oud-inwoners van onze gemeente hebben een gemeentelijke erepenning gekregen van de gemeente Katwijk. De zwemmer Nick Driebergen ontving de gemeentelijke erepenning vanwege zijn sportprestaties. Hij sluit zijn indrukwekkende zwemcarrière af na vele titels behaald te hebben. Hoogtepunten waren zijn bronzen medaille op de 4x100 wisselslag op het EK in Boedapest, de verkiezing tot talent van Amsterdam in 2007 en natuurlijk de estafettefinale tijdens de Olympische Spelen in Londen. Het is me daarom een genoegen om je voor je sportieve prestaties en de positieve uitstraling daarvan voor de gemeente de zilveren erepenning van de gemeente Katwijk te overhandigen. Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. Ja, en dit is de oorkonde die erbij hoort. Leendert de Vink ontving de gemeentelijke erepenning vanwege het bestuderen van en publiceren over het Katwijks dialect, waardoor de kennis hierover bewaard blijft en levend gehouden wordt. Het college wil jou, Leendert, ook heel graag voor al je activiteiten voor het Katwijkse dialect en als aanmoediging voor de voltooiing van het Katwijkse woordenboek de erepenning van de gemeente Katwijk toekennen. En die wil ik je nu graag overhandigen. Hartelijk gefeliciteerd en heel hartelijk dank voor al je activiteiten. En dit is de penning en de oorkonde die erbij hoort. De gemeente Katwijk nodigde aan het begin van het nieuwe jaar de inwoners van de gemeente uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Het was wat rustiger dan andere jaren, maar toch kwamen inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven, het college en elkaar een goed 2013 wensen. Maar wat brengt ons dit nieuwe jaar of wat verwachten we ervan? Nou, wij hopen natuurlijk dat de gemeenteraad akkoord gaat met het project Katwijk in de Kern, waar de bibliotheek een belangrijk onderdeel is. Met name ook de bibliotheekvoorziening in Katwijk aan Zee, maar ook in de overige kernen. En dat ze daarmee akkoord gaan. Er wordt gepraat over nieuwbouw. Zou u heel graag willen verhuizen? Ja, wij willen heel graag verhuizen, omdat de hoofdvestiging veel en veel te klein is. We hebben ontzettend gebrek aan ruimte, zowel in de kantoren, maar ook in de bibliotheek zelf, om leuke activiteiten te kunnen organiseren, om je boeken beter te kunnen presenteren. Dus ja, wij zitten te springen om een groter gebouw. Onze Oranjevereniging begint met Koninginnedag weer. Daar zijn we alweer in voorbereidingen. We proberen het dit jaar in samenwerking met Kastelenbob een groot feest neer te zetten weer. En ja, als het weer al ons mee zit, dan moet dat zeker gaan lukken. En natuurlijk, na de Koninginnedag gaan we beginnen in de voorbereidingen voor de feestweek in september. En misschien dat er dit jaar nog een item inkomt voor de troonswisseling. Wie weet. Want daar hopen jullie op, of dat denken jullie? Ja, er wordt zoveel gespeculeerd, hè. De Koninklijke Bond van de Vereniging, die zeggen van ja, misschien wel, misschien niet. Ja. Maar we weten het zelf ook nog niet. Stel dat dat gebeurt, gaan jullie dat dan met elkaar organiseren, dus de zusterverenigingen in Katwijk? Ja, er zijn voorbereidingen met de vier oranje verenigingen. Er is een draaiboek in de maak. En dat is, dat moet nog zijn uitwerking krijgen en zijn invulling. En hoe we dat allemaal gaan inbrengen met elkaar. Stel dat het gebeurt, dan heeft Katwijk één groot feest of is dat op verschillende locaties? Nou, daar zijn we nog niet over uit. Of het één groot feest wordt, bijvoorbeeld in de hangar of vliegveld, daar zijn we nog over brainstormen.
Maar hoe dat, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Nee. Wordt het voor de Oranje Vereniging op zich moeilijker om iets te gaan organiseren in deze tijd? Nee hoor. Tenminste bij ons in Valkenburg niet. En als ik dan de televisiebeelden bekijk van de vlog van RTV Katwijk, bedoel ik. Nou, dan leeft dat gewoon nog. Voor de KOV wordt het net zoals andere jaren gewoon een hectisch jaar, he, allemaal. Hoop drukte, hectisch wil zeggen dat we altijd bezig zijn met een hoop vernieuwingen. Kijken hoe dingen lopen, proberen het anticiperen en toch ook wat te initiëren. En dat is de KOV, maar economisch gezien, ja, als ik dat ging weten natuurlijk, dan was ik nu minister geweest. We hopen natuurlijk het beste, we zullen alles eraan doen. Het zullen moeilijke tijden worden. Er zullen best wel branches zijn die er extra veel last van zullen hebben. Dat baart ons ook zorgen. Detailhandel is geen makkelijke branche op dit moment. Wat dat precies gaat worden weten we niet. We moeten denk ik gewoon zorgen dat we als gemeente, als Katwijkse ondernemers met elkaar er zo goed mogelijk uit gaan komen. En ook vernieuwend bezig zijn. Dat eruit komen wordt zo snel gezegd, maar het zal gewoon opnieuw opbouwen zijn. Ik denk niet zo snel dat we uit een put moeten komen. We zijn gewoon eventjes met de voetjes op de vloer gebracht. In een nieuwe economie, die opnieuw opgebouwd moet worden, met nieuwe mensen, nieuwe initiatieven. Oude bedrijven die zich herformeren. En dat is heel interessant om te zien. Soms niet makkelijk, maar blijft wel zeer boeiend. In 2013 hebben wij onder andere weer een optreden in het Concertgebouw Amsterdam. Zoals wij ook in 2012 hadden. Wij gaan ook met Halleluja, de oratoriumvereniging uit Katwijk, gaan wij ook de Matthäus Passion uitvoeren. Het is de bedoeling dat wij ook een cd gaan opnemen dit jaar. En wij zijn hard bezig om daarvoor het geld bij elkaar te krijgen, want het is natuurlijk een kostbare aangelegenheid. En zo zijn er nog allerlei optredens binnenkort in de Marekerk in Leiden. En de rest weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Jullie hebben heel veel in de picture gestaan het afgelopen jaar, radio en televisie. Is er ook een nieuwe aanwas van kinderen voor dit koor? Nou, die is helaas toch een beetje uitgebleven. En ik weet niet zo goed waarom dat is. Misschien dat kinderen en ouders denken, nou, het is te ingewikkeld. Dat kan ik niet. Dat is denk ik onterecht. Maar dus bij deze dan toch de oproep. Wij zoeken nog steeds nieuwe zangers. Dus van harte welkom vanaf 7 jaar tot en met 19 jaar zo ongeveer. Ik wens u allen een gezegend nieuw jaar. In uw persoonlijk leven, met degenen die u lief zijn, met uw verenigingen en organisaties en een goed jaar met de gemeente. En hiermee sluiten wij dit RTV Nieuws af. Aanstaande zaterdag kunt u bij de radio weer luisteren naar ons nieuwsmagazine van 10 tot 12 uur. En wij zijn er aanstaande maandag weer. Tot dan!